Wij willen graag ook als luchthaven, als onderdeel van dat grote gebied, daar een verantwoordelijkheid in nemen, zodat het ook echt een heel prettig gebied is. En daar is groen gewoon heel belangrijk. Hoe kun je dat nou ook echt concreet maken, hè? Behalve van die intentie uitspreken en je als partner achter een verkocht nationaal park in oprichting scharen. Hoe maak je dat dan als bedrijf ook heel concreet? Ik vind het ook wel heel interessant, omdat je juist bij natuur en airport, hè, dus luchtvaart, dat zit ook op gespannen voet met elkaar. Tegelijkertijd wil iedereen graag vliegen. Tegelijkertijd willen we in de wereld ook inspirerende ideeën met elkaar delen. Dus ja, je wilt ook echt samen vooruitkomen. De afgelopen jaren zijn we ook vooral heel erg aan de slag gegaan met recreatieondernemers. Daar is het al makkelijker om het concreet te maken, omdat die direct, ook als zij gastheer worden van die natuur, meer mensen kunnen trekken, mee kunnen helpen. Daarnaast een ontwikkeling die wij heel erg zelf zien is ook dat voor vitaliteit van medewerkers, zeker nu corona is geweest, dat natuur een belangrijkere rol begint te spelen. En dan bedoel ik niet alleen het vergroenen van mensen waar mensen zelf werken, maar ook wat zij voor de natuur kunnen terugdoen. Dat A, ontzettend leuk wordt gevonden door medewerkers en B, heel erg fijn is voor de natuurorganisaties, omdat je dan samen kunt bouwen aan een groen terrein of juist natuur in de buurt bij de mensen zelf wonen. Merk het in de Groene Corridor heel concreet, dat er bedrijven zijn die bereid zijn om te investeren in dat landschap. Dus dat is hartstikke mooi om te zien. Kan het beter? Het antwoord is ja. Ik denk dat aan de voorkant veel meer definiëren samen overheden en ondernemers wat je nou voor kwaliteit wenst en wat je wilt, dat daar de sleutel tot succes zit. En dat willen we graag ook beter gaan uitbouwen in de Groene Corridor. We zijn bezig om een schets te maken van wat nou de private ondernemers en instellingen die er zitten, wat die graag willen. Dat wordt nu op een soort van kleurplaat, zeg maar, wordt dat weergegeven. En dat wordt dan op de kleurplaat van de overheid gelegd. En dan gaan we kijken van waar zitten de plussen en waar zitten de minnetjes. En gaan we kijken of we daaruit kunnen komen samen. Ik zelf zou bijvoorbeeld heel interessant vinden in de corridor om te werken met bijvoorbeeld een soort concessiemodel. Hè? Dat je private partijen een deel van de corridor als het ware in concessie geeft om daar dan activiteiten te ontplooien. Natuur, landschap, ondernemend. En ik zie daar wel kansen toe ook met de verdere doorontwikkeling van de corridor. Ik denk dat bedrijven echt geïnteresseerd zijn om een structureel bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de Groene Corridor. Maar dan wel om de bedrijven heen. De Groene Corridor is natuurlijk een zone van 12 kilometer lengte. Dus een bedrijf wat 10 kilometer verderop zit, heeft iets minder met dit stukje wellicht. Hè. Ik kan me voorstellen dat de kwaliteit van de overheid zou kunnen zijn dat je al die verschillende concrete initiatieven aan elkaar koppelt. Dat je meer en meer probeert, zou mijn ideaalbeeld zijn, als overheid, ondernemers, bewoners gezamenlijk zorgt dat die kwaliteit bewaard wordt. Kijk. Goedemorgen, live hier vanuit Brainport Industry Campus, de aftrap van de resultaten van het landschapslaboratorium High Tech High Green. Hoe landschap als vestigingsfactor gestalte krijgt in High Tech City Eindhoven, concreet hier langs de Groene Corridor van Eindhoven naar Oorschot. Ik praat er zo meteen over met Rick Thijs, wethouder Eindhoven, Piet Magielsen, u zag hem al even, wethouder Oorschot, Renske Visser, regiodirecteur IVM Natuureducatie, Rick Pardoel, directeur Logistics Strategy and Development, zoals dat hoort in het Engels, van DPD. Trekker Gerben Kop en Merten Nes lichten toe wat er afgelopen periode is gebeurd. En we gaan aan het werk in twee breakout sessies. Dat volgt later meer. Welkom bij Landschap als vestigingsvoorwaarde bij High Tech High Green. Misschien eerst even eens aftrap. Gerben Kok, jij bent een van de trekkers. Kan jij misschien iets vertellen over hoe de rest van de dag er vandaag uitziet? Ja, goedemorgen en dankjewel Paul. Mijn naam is Gerben Kok. Ik zal jullie heel even meenemen in het dagprogramma.
Nou, jullie, we zijn begonnen zeg maar, met twee videofragmenten van in totaal 5 videofragmenten. Die jullie kunnen jullie terugvinden en nakijken op de website van www.hightechhighgreen.nl. Vervolgens gaan wij zometeen het panelgesprek voeren met Piet Michielsen, Rick Thijs, wethouders in Oorschot en Eindhoven, Renske Visser, directeur regio Zuid van IVN, en Rick Bedoel, directeur van DPD Westfield. Vervolgens gaan wij uiteen in tweetal breakout sessies. En dus de ene breakout sessie is het opschalen van stad-landverbindingen. De tweede is het landvestersdeel, hoe bedrijven en burgers investeren in het landschap en op welke manier ze dat doen. Vervolgens komen wij om ongeveer 11:50 terug naar deze plenaire sessie. Wordt allemaal voor jullie geregeld. En gaan wij om 11:30 gezamenlijk kijken naar de landschapstrioloog vanaf de Philips Fruituin. Daarna is het ook het einde van het ochtendprogramma. En hebben we een kleine pauze. En vervolgens is er om 13:45 een digitale inloop, ook weer in Zoom. Waarbij welkom in de opening door Renske Visser, regio-directeur IVN Zuid-Nederland, gedaan wordt. En vervolgens kunnen jullie genieten van een echt heel mooie film over de opening van de Stunde Meiwaardbrug en de Loopgraaf voor de Vrede. Vervolgens kunnen jullie weer kiezen tussen 3 breakout sessies over Project Landing. Dat gaat over hoe wij experts meenemen in Nederland, zeg maar, door middel van het landschap. En ze zich daar thuis laten voelen. Vervolgens hebben wij een tweede breakout sessie, waarin ontwerpers hun ontwerp presenteren voor een nieuw kunstwerk binnen de gemeente Eindhoven. De derde breakout sessie gaat over de Big Azolla Cook-Off, waar topkoks uit de regio van Azolla een plantje wat stikstof bindt een burger gaan maken. En vervolgens hebben wij een plenaire afsluiting, dat is ook echt de moeite waard, waarin studenten van het Christian Huygens College innovatieve en inspirerende ideeën met ons delen over hoe we nou het nieuwe Van Gogh Nationaal Park beleefbaar kunnen maken. Ik wens jullie een hele inspirerende en fijne ochtend en ik hoop dat jullie ook in de middag aanwezig zullen zijn. Succes! Dankjewel Gerben. Hiernaast me staat Merten Nefs, ook een van de trekkers van het Landschap Laboratorium. En jij zal samen met Gerben even toelichten tot waar jullie zijn gekomen. Dat is goed. Dankjewel. Ik heb voor jullie een kleine presentatie online op het scherm voorbereid. Dus die ga ik nu even op het scherm zetten. Ik ben Merten Nefs, ik werk bij Vereniging Delta Metropool. Share screen. Dus als het goed is, zien jullie nu dit scherm, klopt dat? Nee. Nog een keer proberen. Hij deed het, Merten, hoor. Oh, hij deed het. Oké, dan. Ja. Yes. Goed. Goedemorgen iedereen. Welkom bij werkconferentie High Tech High Green. In deze werkconferentie en in de aanloop daarnaar zijn we als community of practice landschap als vestigingsvoorwaarde een samenwerking aangegaan met de partijen in de Groene Corridor. Omdat je precies hier ook echt dit concept in de praktijk kunt testen en op de proef kunt stellen. Als onderdeel natuurlijk van de landschapstriennale van dit jaar. In de Groene Corridor gaan natuurlijk die bedrijven ook echt samen ruimtelijk met dat landschap. De vraag is, hoe doe je dat nou het beste? En ook hebben we gezocht naar manieren om met die bedrijven ook bij te dragen aan de kwaliteit en het in stand houden en verbeteren van die groene ruimte. We hebben gekeken hoe dat mogelijk is. Voor degenen die de corridor nog niet kennen, het gaat natuurlijk om die langzaam verkeerroute met daaraan de high-tech bedrijven die ook echt profiteren van die groene kwaliteit. Je ziet ook al de eerste tekenen van die samenwerking daarin. Bijvoorbeeld logistieke ontwikkelingen bij DPD die samengaan met investeringen in openbare ruimte en landart.
In het landschapslaboratorium Hightech High Green hebben we ons gericht op een aantal dingen. Het verbeteren van het eigenaarschap in de corridor. Het kijken naar welke belangen bedrijven nou echt hebben in het landschap. Hoe je die kunt op een rijtje kunt zetten en onderbouwen. En we hebben gekeken naar mogelijkheden waarin hoe bedrijven mee kunnen investeren in het landschap. Dat hebben we op een aantal manieren gedaan. We zijn met partijen in gesprek gegaan in die corridor vanuit het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties. Die interviews die zijn ook terug te lezen op onze website deltametropool.nl en op LinkedIn. En we hebben met deze partijen ook een film gemaakt. Gerben noemde het al even en jullie hebben net daar een voorproefje van gezien. Opgenomen in verschillende locaties aan die groene corridor, waarin we het gesprek zijn aangegaan. Ook integraal terug te zien op de website. Tevens hebben we wat ontwerpend onderzoek gedaan onder de titel Landvesters, waarin we gekeken hebben naar concrete investeringsmogelijkheden gezien vanuit het perspectief van de bedrijven en van de inwoners uit deze regio. Een voorbeeld daarvan is het Tree Grid van de Groene Corridor, de campus aan de Ekkersrijd en het oorschot Patchwork. Daarover meer in een van de deelsessies. Bij deze Landvester concepten hebben we naar specifiek gekeken hoe dingen opgeschaald kunnen worden, dus klein kunnen beginnen, kunnen aansluiten op wat er al gebeurt in het gebied en ook heel groot kunnen worden. En hoe je financieringsvormen kan mengen, dus private financiering kan mengen met bijvoorbeeld programma's van de overheid. We hebben in het programma 2 breakout sessies. De meeste van jullie hebben daar al voor gekozen, maar jullie kunnen dat straks alsnog doen. Onder in beeld komt dan een keuze. Breakout sessie A gaat over landschap als vestigingsvoorwaarde, de Brainport Coalitie. 3 initiatieven uit de regio gaan met elkaar in gesprek. De Groene Corridor, Dommeldal en de Levende Beerzen. Ze hebben het daarbij over de aanleiding van hun initiatief, het proces waarin ze werken en de financiering. En ze zullen samen kijken of ze een coalitie kunnen smeden en een gezamenlijke agenda kunnen opzetten. Breakout sessie B, Landvesters. Green Corridor meets Kraftraum Terra Nova. In deze sessie maakt de Brainport regio kennis met een peer-regio in Duitsland. Ook een high-tech regio, Rijnische Rivier, met daarin het deelgebied Kraftraum. Waarin ook het potentieel van Landvesters wordt besproken. En hier nogmaals het programma. Het is al uitgelegd door Gerben en Paul, dus ik ga het niet herhalen. Om 10:00 gaan we naar de breakouts en we zien jullie 11:15 weer terug in het plenaire gedeelte. Dan nu geef ik het woord terug aan Paul voor het panelgesprek. Dankjewel, Merten. Ja, misschien toch nog eventjes, kom ja? Even in beeld. Kan net, denk ik, als we ja, net voldoende afstand houden. Kan je nou, want je bent met Gerben samen best wel op pad geweest in het gebied. Ik zelf ook overigens, om de film op te nemen. Ik was erbij. Kan je nou iets noemen wat jou is opgevallen, wat echt anders was dan dat je je van tevoren had voorgesteld? Juist door in het gebied rond te kijken en dat je dacht van, goh, zo had ik het op papier wel gelezen, maar in realiteit is het toch echt anders. Nou, wat ik een mooi moment vond, waar je echt het landschap gebruiken als een dagelijkse leven. Valt weg, Merten. Merten, Paul, jullie zijn slecht verstaanbaar. Oké. Okay. Nou, dat is Jan. Moet ik wat herhalen? Of, Gewoon richting camera praten. Dan gaat richting camera praten. Ik noemde de Philips Fruittuin als een initiatief waar je echt ziet dat die expats het landschap gebruiken als een groene infrastructuur in hun dagelijkse leefomgeving. Ja, dus daar wordt de realiteit het landschap als vestigingsvoorwaarde, als een aantrekkelijk gebied om te wonen en te leven. Dankjewel. Ik ga nu in gesprek met een paar van de mensen die ik heb ontmoet langs de Groene Corridor. En wat het allemaal is opgenomen door Jeppe Pruisen. En terug te zien in korte filmpjes. En ik mag verwelkomen Rick Thijs, wethouder uit Eindhoven. Ik weet niet of je er bent. Ik heb het niet
zien? Jazeker. Ja, heel goed. Ik hoor je wel, ik zie je nog niet. Ja, daar ben je. Hartstikke goed. Fijn dat je er bent. Piet Magielsen, wethouder uit Oorschot, collega. Piet, ben je er? Nog niet? Nou, ik had Piet net wel gezien hoor. Oké. Dan moet hij misschien nog even de unmute-knop vinden. Die komt er dan zo. Ja, ik ben vanaf het begin af aan aangesloten. Vol spanning. Ja, heel goed. Ik zie je nog niet, maar ja, daar ben je. Heel fijn. Kijk, perfect. Goed, Renske zag ik al wel. Renske Visser, regio-directeur van IVN. Welkom, ook jij en Rick Pardoel, directeur Logistics Strategy and Development bij DPD. Jou zie ik ook nog niet. Ben je er? Ben er wel, vanaf het begin ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik wilde toch eventjes met jullie terugkomen op een aantal dingen die jullie tijdens die gesprekken hebben gezegd. Kijken of we toch nog even een paar stappen verder kunnen gaan. Ik vond het erg leuk overigens om jullie op al die verschillende plekken te spreken op de mooiste dag van het jaar tot nu toe. Hè. Dus dat was een hele bijzondere ontmoeting langs die groene corridor. Maar ik wilde toch eventjes proberen misschien de vinger een klein beetje op de zere plek te leggen. Of in ieder geval de vraag erbij te stellen. Is het waar? Hè? Is dit verhaal nou waar? We zeggen altijd landschap is vestigingsvoorwaarde. Een aantrekkelijk landschap als onderdeel van een stedelijke regio trekt mensen aan. Trekt high potentials aan voor de high-tech industry in Eindhoven en omgeving. En ik ben benieuwd van hoe realistisch is dat eigenlijk? Wordt dat echt waar? Misschien Rick, even bij jou beginnen. High-tech city Eindhoven, je kan toch wel zeggen, het is echt een city aan het worden. Als je er zo doorheen fietst, dan denk je, ja, dit is toch echt wel van een andere orde. Maar wordt het ook die aantrekkelijke metropool of metropolitane regio, waar die internationale kenniswerker zich thuis voelt? Zie je dat gebeuren? Of hoe zie je dat gebeuren? Ja, goede vraag. En laat ik beginnen met mezelf te verexcuseren dat ik tot ongeveer 9:55 heb, want dan moet ik mijn collegevergadering in. Dus fijn dat ik als eerste jouw vraag mag beantwoorden. Ik denk als we kijken naar Eindhoven, maar ook in de regio, betekent dat we de komende jaren, en dan heb ik het niet over de komende 2-3 jaar, maar echt de decennia, tienduizenden woningen bij gaan bouwen. En als Eindhoven kiezen wij daarvoor om dat in het centrum te doen. He, om echt die hoogstedelijke sfeer daar te gaan creëren. En dat is ook met name omdat wij er bewust voor kiezen om niet de groengebieden die aan de rand van onze stad liggen vol te bouwen met woningen. He, dit college heeft ervoor gekozen om niet woningbouw in de Wiedewaal toe te staan. Zo'n prachtige parel aan de groene corridor. En we kiezen daarom echt voor dat centrum. Dat betekent dat ook in het centrum er iets van 40 voetbalvelden groen toegevoegd moeten worden. Hè, om daar ook de openbare ruimte op een hoge kwaliteit te krijgen. Maar dat kunnen we alleen maar omdat wij ook die prachtige buitenruimte in deze regio hebben. Iedereen die door de week met het hoofd in de cloud zit, die moet in het weekend het hoofd leeg laten maken in die prachtige buitenruimte die we hebben. Dus ik denk dat het zowel voor van belang is voor die expat, voor die international die hier komt, als ook gewoon voor iedere gewone Eindhovenaar die vanaf zijn geboorte hier al woont. Ja, uiteraard. Hè? Dus dat doet niemand kwaad natuurlijk. Een prettige leefomgeving, dat kan iedereen gebruiken. Maar toch eventjes focussen op die internationale expat. Merk je daar nou een verandering in? Het was toch nog heel lang zo dat mensen misschien wel een baan vonden bij een high-tech bedrijf in de regio Eindhoven. Maar dan toch gingen wonen in Amsterdam, bij wijze van spreken. Ik weet nog goed dat ik een discussie had met de gemeente Amsterdam. Die zei, goh, het is toch interessant om te zien dat er zoveel mensen uit India zich hier vestigen. Maar dat waren allemaal mensen die een baan hadden in Eindhoven. Zie je daar nou ook een verandering? Dat mensen ook denken van ja, dat is ook een aantrekkelijke stedelijke woonomgeving die wat te bieden heeft.
Ja, kijk, groen is daar een van de kwaliteiten bij. Ja, maar ik denk ook dat überhaupt het voorzieningenaanbod in deze regio de afgelopen jaren gegroeid is. Met een prachtige internationale school die natuurlijk ook aan die groene corridor zit. Kijk, dat zijn ook natuurlijk hele belangrijke aspecten voor die expat. Maar ik denk dat wij erin geslaagd hebben in deze regio om die prachtige voorzieningen juist ook te combineren met die mooie groengebieden die we hebben. En dan denk ik dat je een plus-plus krijgt. De expat uit India, die is gewend, bij wijze van spreken, om per dag 1,5 uur te reizen. Dus dat maakt niet uit of hij nou in Den Bosch, Breda of Amsterdam woont. Maar ik hoop, en dat zie je natuurlijk wel, is dat er steeds meer groei is, steeds meer trek is naar wel deze regio. Dat zie je ook met het aantal studenten wat stijgt bij de internationale school. Dus ik denk dat wij daar de afgelopen jaren hele mooie stap in hebben gezet. En hopelijk gaan we dat doorzetten. Ja. Rick Pardoel. Even een vraag naar jou toe, DPD. Hè? Dat is natuurlijk een bedrijf wat op dit moment gaan de ontwikkeling natuurlijk helemaal door het dak. Hè? Dus dat heb je me ook verteld langs die corridor. Jullie gebouw staat nog maar net een paar jaar geleden gebouwd. Toen dachten jullie, we kunnen met deze capaciteit 10 jaar vooruit. Maar inmiddels zijn jullie al bezig met de plannen voor de uitbreiding. Ja, ik neem toch aan dat dan die afslag bij de snelweg toch een stuk belangrijker is dan dat aantrekkelijke landschap, als je op die manier naar de ontwikkeling kijkt. Zit dat mooie landschap niet gewoon in de weg bij jullie? Nou, sterker nog, in tegendeel. Ik denk dat het is voor ons, wat ik denk ook eerder gesprekken heb gemeld, is het echt een toegevoegde waarde. Dat blijkt ook wel deze week, want ik heb echt een prachtig voorbeeld naar aanleiding van de gesprekken en de interviews die zijn geweest. En de filmpjes die natuurlijk ook veelvuldig zijn gedeeld, ook op social media. We hebben deze week de eerste kandidaat ook gehad, een nieuw talent, die op basis van de filmpjes en de omgeving zei, ja, ik wil graag bij jullie komen werken, want dit lijkt me wel ook een omgeving waar ik me in thuis voel. En die is letterlijk, deze dame is deze week bij ons op bezoek geweest om te kijken of het nou echt zo is. Hè? Want dat lijkt altijd heel mooi op die filmpjes en zo, maar is het dan in de praktijk echt zo? En je zag echt dat ze enorm enthousiast was, zeker door de faciliteiten om hier te komen. Maar daarnaast ook, zeg maar, door de omgeving en het verhaal wat we bij vertelden. Ja, dat lijkt wel een succesverhaal te gaan worden. En deze dame gaat waarschijnlijk ook bij ons starten nu op korte termijn. Ja. Dus het is echt en-en. En ja, we hebben natuurlijk gewoon de logistieke verbindingen nodig om de pakketjes overal zo snel mogelijk en keurig te kunnen brengen. Maar dit gaat echt hand in hand en wordt steeds belangrijker. Ook zeker voor alle talenten en mensen die hier bij ons werken. Ja, dus dat vergt ook echt betrokkenheid van jullie bij die ontwikkeling. Ja, want anders kan je dat niet doen. Hè? Dus dat vergt meer inzet dan dat je eigenlijk normaal... Maar je ziet het direct terug en je denkt van dat is toch wel de weg die we op moeten. Ja? Nee, ga nog even door. Nee, ik wil zeggen, dus, het is precies wat je zegt. Het is ook, we doen meer, we willen meer doen. En zeker ook daar meer een bijdrage aan leveren dan wat we al doen op het gebied van duurzaamheid. Ja, heel, heel goed. Piet Magielsen, aan het eind, of tenminste in ieder geval een mooi tussenstation. Ik weet niet hoe lang de groene corridor nog door te trekken is, maar in ieder geval Oorschot heeft een fantastische aanhaakpunt nu ook met een hele mooie fietsbrug aan de groene corridor. Het is echt een structuur die Eindhoven met Oorschot verbindt. Merken jullie nou ook die invloed van dat soort verbindingen in de mensen die bij jullie binnen de gemeentegrens komen wonen? De brug die gaan we vandaag... Zit daar verandering in? Ik denk het wel. De brug gaan we vandaag openen. Hè? Dus ja, horen jullie mij? Ben ik hoorbaar? Voor Paul niet blijkbaar, maar... Voor mij wel. Het is onze verbinding die slecht is blijkbaar. Oké. Okay. Nou, het is zo... Het is zo, Paul, dat de brug die gaan we vandaag officieel openen. Dus dat is natuurlijk nog relatief nieuw. Die ligt er nog maar een klein jaar. Maar we merken in Oorschot steeds meer de invloed van bijvoorbeeld expats die hier komen wonen. Dat is dat is geen incident meer, maar dat is een trend. Hè, waarbij je meer en meer mensen... En die komen echt op basis van de kwaliteit van Oorschot landen die hier. Natuurlijk heel kort bij Eindhoven, de kernstad waar natuurlijk de meeste high-tech bedrijven zitten. Dus dat is wat wij steeds meer zien. Maar ik merk ook gewoon in onze bevolking dat er meer en meer de behoefte is om ook naar landschappelijke kwaliteit te gaan kijken. Dat is eigenlijk
ook een ontwikkeling die ik zie. Vroeger werd het gebied, de corridor, dat was de hei, hè, voor ons. En de hei had een bepaalde negatieve associatie in het oorschot. Zo van, och ja, dat is een gebied, nou, daar oefenen ze wat en klaar. En nu zie je dat eigenlijk opwaarderen en zie je ook mensen opstaan. Ik zag ook wat mensen in de call al opstaan. Die zeggen van, hey, attentie, dit is ook van ons. Daar willen wij ook kwaliteit gaan toevoegen. En dat vind ik opvallend. Dus die expats, dat zie ik groeien. Die behoefte om hier te komen wonen. En ik zie onze eigen mensen ook actief worden. En de brug helpt daar natuurlijk bij. Het is natuurlijk een iconisch beeld voor de groene corridor. Maar die tendens is al wat langer gegaan. Ja, dus heel belangrijk wat Rick ook al aangaf, dat hand in hand gaan van zowel die international als de local, om het zo maar te zeggen. Ja. Die daar eigenlijk beide van profiteren. Renske, even naar jou, want jij vertelde me, en volgens mij hebben jullie vanmiddag daar ook nog een deelsessie over, dat er bij jou ook een groep expats had aangeklopt, die zich wilde inzetten voor het mooier maken van het landschap. Viel dat dan toch een beetje tegen? Of hoe moet ik dat duiden? Nee, het viel juist erg mee. ze hebben ook... Ze zijn eigenlijk bij ons aankomen vliegen, zo zou ik het meer willen zeggen. Het is een soort wederzijdse ontmoeting geweest door de provincie Brabant trouwens. Daar heeft André Almassi ons aan elkaar gekoppeld. Het zijn inderdaad mensen die zelf hier een tijd geleden zijn komen wonen, omdat ze het zij hun partner hier werken, het zij zijzelf. Maar dat is Project Landing. De power ladies, dat zijn dames, van Project Landing, die ervaarden eigenlijk dat ze zich niet helemaal thuis voelden. En dat het thuisvoelen bij hun is ontstaan toen ze het landschap van Nederland gingen begrijpen. Dus zij hebben letterlijk kunnen landen via dat landschap. En ja, we zijn natuurlijk ook allemaal in Van Gogh Nationaal Park samen aan het bouwen. En wat ik heel erg mooi vind, is dat zij kwamen eigenlijk als een stichting die vooral allemaal dingen moest doen wat ze niet wilden, waren heel erg bezig met het bestuur en hoe doen we dat, daar ging hun energie niet naar uit. Als IVN hadden we alles al geregeld, zei kom even onder onze vleugels, dan kunnen jullie gewoon je ding doen, gaan wij proberen dit groter te maken. En via Van Gogh Nationaal Park kwamen wij weer in contact met ASML, waarbij ASML zei, ja, dat vinden wij ook interessant, laten we gewoon samen eens uit gaan proberen wat moois we dan in deze regio kunnen realiseren. Want ze waren al in de Maashorst in Delft actief, maar nu dus ook in deze regio. Dus daar zijn we nu aan het bouwen. Ja, fantastisch. Dus interessant. Eigenlijk een soort van intensieve kennismaking via het landschap met Nederland. Dus dan voel je ook echt hoe belangrijk dat is. Wordt heel letterlijk bijna. Hè? Dus de kennismaking met het land. De plek waar je werkt. Heeft ook te maken met de plek hoe je in elkaar zit. En dat kunnen begrijpen. Misschien eventjes naar wat mij betreft de volgende vraag. En Rick, misschien kan ik jou nog net eventjes erbij houden. Hè? Dus de vraag van, krijgen we het ook voor elkaar om daarin gezamenlijk verder stappen te zetten? Lukt het om investeringen los te krijgen bij het bedrijfsleven om mede-investeerder te zijn? Of is het toch vooral een feestje van de overheid? Heb jij daar een antwoord op? Merk je dat daar verandering in komt? Hè? We kunnen het heel concreet maken. Maar toch, zeker in het Nederlandse, internationaal heb je misschien nog wel andere voorbeelden waarin het bedrijfsleven echt investeert in landschappelijke projecten. Maar in Nederland is natuurlijk van oudsher de overheid behoorlijk dominant waar het gaat om dat type investering. Of heb ik het verkeerd? Nee. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Dat was ook het gesprek wat ik met meneer de Vries had van Groen Ontwikkelfonds Brabant. En inderdaad, vanuit oudsher wordt er snel naar de overheid gekeken. En de trend die je natuurlijk wel ziet is dat, en ik ben daar zelf wat kritisch op. Je zou het als positief kunnen ervaren, maar ik vind het zelf, ben ik kritisch erop. Dat bedrijven of instituten, dat het vaak gaat over het planten van 5000 bomen. Of, hoe prachtig is een kunstwerk in de groene corridor? Het sponsoren van een kunstwerk. Maar uiteindelijk het structureel op orde blijven, of zelfs structureel verbeteren kwalitatief van het landschap, is ook vaak een rekening die bij de overheid neergelegd wordt. En ik denk als we echt die verbeterslag willen maken op een grote schaal,
projectniveau, wat je één keer per jaar leuk in je jaarverslag kan neerzetten. Dat vraagt echt nog wel iets anders. En ik ben ook blij te horen dat vanmiddag ook dat er sprake komt in die financieringsmodellen. Zelf zijn we op dit moment bezig een bestuurlijke ronde te houden. Bijvoorbeeld rondom het vraagstuk van de Wiedewaal. Hè? Landgoed wat te koop staat. Wat wij als gemeente of als overheid niet kunnen betalen. Enerzijds betalen als in aankomen. Anderzijds met name de structurele kosten die dat met zich meebrengt. Om het iets openbaar toegankelijk te maken. Ja, en uit die rondgang die ik samen met mijn collega wethouder Toronoglu doe, hoor ik dat iedereen het belang ziet van zo'n landsgoed. Maar zodra we de vraag stellen, goh, wat zou iemand dan willen bijdragen, dan wordt naar de gemeente of naar de provincie of naar een natuurclub gekeken. Ja, en dat, dan denk ik, ja, als we echt die slag willen maken, dan gaat het dus verder dan het planten van 5000 bomen. Het enkel sponsoren van een mooi kunstwerk. Ja. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Misschien toch weer even naar de andere Rick. Ik val af en toe een klein beetje weg. Excuus, we zijn hier weliswaar op een high-tech plek, maar de wifi laat nog even te wensen over. Rick Pardoel, hoe kijk jij daarnaar? Want jullie hebben bereidheid getoond te investeren, hè? Ook zichtbare projecten. En tegelijkertijd is het statement van de andere Rick denk ik ook wel duidelijk. Zeker. En ik kan me daar ook nog deels erg in vinden. Gelijktijdig, en dat zal de andere Rick ook wel begrijpen, is het onze core business is pakjes sorteren en vervoeren. En we zijn op dit moment hebben ook niet de luxe dat we mensen in dienst hebben die heel de dag bezig zijn met in dit geval bijvoorbeeld de omgeving alleen maar. Dus dit zal altijd hand in hand moeten gaan. En als daar goede initiatieven zijn, als daar ontwikkelingen zijn waarbij wij ook geholpen worden in het denkproces en in de organisatie daarvan, dan zullen wij altijd bereid zijn om daarin in te participeren. En ik denk dat die rol ook verder moet dan alleen een financiering of ergens bij betrokken zijn. Ik denk dat wij ook samen onder andere met de gemeente Oorschot hier op Westfields in het begin ook om de omgeving en het ontwerp van het hele industrieterrein ook bereidwillig zijn geweest om daar mee te denken en te helpen en te doen. Nou, ik denk als je dat samen doet met elkaar en aan de voorkant iedereen betrekt erin, dat ook het bedrijfsleven niet alleen maar, denk ik, qua financiering kan bijdragen, maar ook gewoon in de verdere ontwikkeling. En uiteindelijk zal het ook wel eens betekenen dat je moet gaan participeren in projecten of nieuwe thema's. Nou, ik denk dat voor een organisatie als DPD mogelijk is. Maar het kan ook niet oneindig en onuitputtend zijn. Dus dat zal altijd in een goed overleg moeten en in een goede harmonie. Maar ik zeg daar niet pertinent nee op. Want ik denk dat je daar samen hand in hand in doorontwikkelen. Daar ben ik wel met hem eens. Ja, Piet, volgens mij, ik kan me nog herinneren uit het gesprek wat wij hadden. Dat daarin ter sprake kwam dat het zo belangrijk is om met elkaar eigenlijk aan het begin ook een beetje richting te bepalen. Zodat de betrokkenheid eigenlijk vanaf het begin af aan gewaarborgd is. Vroeger had je natuurlijk alleen Philips. Ik zeg alleen, was natuurlijk veel meer. Maar Philips was heel dominant in het spel. Nu is dat veel breder. Is dat niet veel ingewikkelder geworden in die tussentijd? Nou, ik ben historicus en van oudsher was het niet de overheid die zich met het landschap bezighield en natuur in Nederland, maar dat was de bedrijfsleven zelf, met name ontginningskanten ervan. Hè. Lees het boek van Auke van der Woud rondom het landschap de mensen, echt ontzettend interessant. En daarna, ergens in het begin van de 20e eeuw, is die overheid erin gestapt om steeds meer naar zich toe te trekken. Met allerlei grondslagen daaronder rondom economisch denken. Ik denk dat we nu in een andere fase zijn gekomen met elkaar. Ik pak ook Van Gogh National Park als een paar keer genoemd. Daar zie je juist die mix van bedrijfsleven, overheden, belangrijke groepen bij elkaar komen om er iets van te maken. Als je dat nou vertaalt naar de corridor of andere grootschalige groenontwikkelingen, dan zou ik willen spreken over een groenbonus. Er wordt nu heel vaak een soort van afrekenen richting bedrijfsleven. CO2
certificaat, je moet zus, je moet zo. Als je het andersom doet en je maakt er een groenbonus van, dan zou je dus aan de voorkant die kwaliteit samen kunnen definiëren. Je zou kunnen afspreken, ook in de exploitatiefase van bijvoorbeeld een bedrijfslocatie of een bedrijf, dat nou het BIC is of Westfields, dat je zegt nou een kleine structurele bijdrage per meter, per handeling van noem het de centen, is interessant om uiteindelijk te zorgen dat je structurele financiële middelen genereert. En dan noem ik het een groenbonus, omdat dat oogt als een soort van tax, maar uiteindelijk is het iets waarmee je kwaliteit toevoegt aan je eigen leefomgeving. Dat is wat ik bedoelde met die veranderende tijd. Ik geloof echt, en ik heb het bij DPD ook mee mogen maken, dat is geen window dressing. Dat zit echt in de genen bij de mensen, ook bij Rick, maar ook bij het bedrijf. Men wil ook echt in die nieuwe tijd investeren, verder kijken. En dat is onze kracht, denk ik, ook om ook vanuit de corridor verder te gaan. En we hebben wat te bieden, hè? Het is een 12 kilometer lange zone. Dus we hebben wat te bieden om dat voor elkaar te boksen. Ja. Vind ik ook, hè, dat is dan mijn kritische noot altijd. Leg het niet allemaal bij het bedrijfsleven neer, die het allemaal niet goed zouden doen of weet ik wat. Nee, wij als overheden hebben dan ook een rol. Dus als je zegt, een ander bedrijfsleven, doe met ons mee, in bijvoorbeeld in structurele ondersteuning, in financiële zin van een project, als de Groene Corridor, dan moet je er zelf ook bij blijven als overheid. Hè? Niet iets toedelen en dan weglopen. Dat moet je dan samen oppakken. Ja, dus dat is ook iets van continuïteit van die overheden, wat gewaarborgd moet worden. Rick Thijs is inmiddels door naar de vergadering. We hebben het gezien in de chat. Overigens kunt u ook vragen in de chat stellen. Karel van den Berg wilde nog eventjes reageren op iets wat Piet net zei. Daar wil ik je straks even de gelegenheid toe geven, maar ik wilde eerst nog eventjes naar Renske toe. Want ik vond het interessant, het statement wat jij ook in het filmpje maakt. Ik weet trouwens niet of het de final edit heeft gehaald, maar jullie zijn natuurlijk een organisatie van vrijwilligers. Maar dat zijn ook mensen die ergens werken voor een groot deel. Hè? En jij zei toen, het meekrijgen van die bedrijven gaat ook vaak best wel makkelijk via de werknemers. Want die hebben ook een stem in wat vinden die belangrijk. En die, nou, Rick ligt het ook al toe. Dat komt ook bij de directie aan. Hè? Dus kan je dat nog wat verder toelichten? Ja. Mijn achtergrond is niet groen, die is psychologisch. Ik heb 17 jaar in de zorg gewerkt. En daar heb ik gewoon dus ik kijk heel vaak vanuit de psychologie van mensen. En mensen, of ze nou bij een bedrijf werken of gewoon niet werken, eigenlijk gaan mensen lopen op invented by me gevoel. Dus ik heb het zelf bedacht, of what's in it for me gevoel. Dus je wilt, of het nou bij een werknemer is of iemand die op een andere manier actief is, er moet altijd een what's in it for me gevoel geraakt worden. En wat ik merk bij IVN, bijvoorbeeld met Tiny Forest, die we ook op bedrijven planten. Je kan gewoon zo'n bosje neerzetten. Nou, dat is leuk. Dus goed voor het klimaat, de biodiversiteit, familie, bosje. Zo groot van het tennisveld. Maar daar gebeurt er niet zoveel mee. Maar doe je dit met kinderen, wat we vaak doen, maar dat kan dus ook op bedrijven. Dan moet je dat vooral vanaf dag 1 van onderaf opbouwen. Dus kijken, zijn er mensen die het überhaupt willen? Nou, die gaan meebouwen. Het worden hun bomen. Je kan je bomen adopteren. Er kunnen bomen instaan die voedsel geven. Er wordt als het goed is een feestje omheen gebouwd. We bouwen dan een vergaderlocatie bijvoorbeeld er ook in. Waar bij kinderen is dat dan een leslokaal. Zodat dat veel meer wordt dan een bosje. En dat is eigenlijk het gevoel wat ik bedoel. Op het moment dat medewerkers het interessant vinden, kijk, dan wordt het voor een bedrijf ook weer interessanter. Zeker als jij in een markt opereert waar het moeilijk is medewerkers te vinden. Want als je kijkt naar de trend op dit moment in recruitmentwereld, is honger naar natuur, zoals ze dat zelf noemen. Dus er is een mega honger, dat merken wij ook als wij zelf vacatures stellen. The sky is the limit. Ja, ik denk dat menig bedrijf echt zijn vingers aflikt bij de mensen die zich bij ons melden. Dus zoiets doen is ook echt een bedrijfsbelang. Dat andere zit meer soms in eigenaarschap voor de regio, goede doelen of iets terugdoen. Maar er is rondom natuur ook heel veel te winnen voor het bedrijf zelf. En zeker als je dan nog alle onderzoeken, daar komt mijn linkje met mijn achtergrond weer naar gezondheid erbij pakt. Dat zijn er meer dan 70.000. Die ook nog eens laten zien dat alleen maar kijken naar groen al zorgt dat je medewerkers minder ziek worden. Ja. Ja, ik zag het ook gebeuren langs de Groene Corridor. Hè, toen ik terugfietste
Net van het gesprek wat ik met Rick Pardoel had bij het Monument voor de Vrede. En toen zag ik een heel aantal van zijn medewerkers over het fietspad paraderen. Dus toen dacht ik ook wel van, nou ja, volgens mij is er nog wel wat extra investering noodzakelijk in dit gebied. Want dat kan beter, denk ik. En je ziet gewoon hoe die mensen het ook willen gebruiken. Hè. Dus dat ontstaat. Mag je daarop reageren, Paul, op jouw... Ja hoor, want ik vind het heel leuk inderdaad, want juist de zone tussen het Beatrixkanaal, waar nu ook een langzaam verkeersbrug ligt, of bijna ligt, en het gebied Erica, zeg maar de ingang van Defensie, eigenlijk die hele zone waar ook DPD in zit, ja dat is nu nog gewoon ingericht als de weg zoals die was. Stel nu dat het ons lukt om dat ook juist veel meer te vergroenen, dan zou het een kans bieden voor de medewerkers van Rick, maar ik denk ook voor het BIC en andere locaties, misschien zelfs van Defensie zelf nog wel, om wat meer in het gebied te kunnen gaan. En het ook een groene karakter te geven. Hè? Want dat deel is natuurlijk redelijk hoogdynamisch, zoals we dat altijd mooie jargon noemen. Hè? Dus lees, er staan veel gebouwen, er is veel activiteit. Goh, hoe kun je dat nog slimmer verbinden? En dan kom ik met mijn punt van de concessie waar we het in ons gesprekje over gehad hebben, Paul. Het zou toch sterk zijn, hè? Stel dat je zo'n poortgebouw van Defensie, hè, met een iconische monumentale waarde, hè, vanuit het profiel Oorschot, ontzettend belangrijk. Erfgoed is onze key business, zeg maar. Stel dat je daar een bedrijf zou kunnen laten vestigen die groene zone weer zou kunnen exporteren, die daar weer een verdienmodel, hè, want dat soms moet de schoorsteen ook kroken, weten we met z'n allen. Dan heb je opeens weer een drager van een heel groot stuk van die corridor, waar je geld kunt genereren als bedrijf, maar tegelijkertijd heel veel mensen plezier kunt geven qua natuur en landschap. Dat zou een hele mooie zijn. Ja. Ja, dat is misschien interessant om als model uit te werken. Ook omdat je natuurlijk grip wil houden op waar gaat het uiteindelijk heen. Hè? Hoe ziet dat er... Ik doe een heel klein voorbeeldje, Paul. Want ik zag ook in de call de bedenker van het concept, de kipcaravan. Je hebt hem misschien zien staan op jouw fietstochten. Staan nu op verschillende plekken in de Groene Corridor. Is een Oorschotse uitvinding. Eigenlijk is dat ook een soort klein concessiemodelletje. Hè? Dus familie Van Acht die heeft daar op verschillende plekken, ook op onze grond, mogen zij die caravan neerzetten. Zij genereren daar eitjes mee en die eitjes worden verkocht aan wandelaars, fietsers. En dat is eigenlijk een heel mooi modelletje. Dus ook internationaal heeft hij al heel veel van dit soort caravans weggezet. Maar dat is eigenlijk in embryonale vorm zo'n voorbeeldje van hoe je slim kunt omgaan met landschap, met beleving, hè, want het is leuk om dat te zien. En tegelijkertijd ook om er ook wat aan te verdienen. Hè? Dat is ook niet verkeerd. Ja. We zitten overigens niet opgehokt als gevolg van ziekte in onze hele regio. Hè? Dus we kunnen ze niet zien, de kipjes helaas. Maar ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Het lijkt heel klein, maar het is een heel mooi slim concept waar heel veel mensen plezier in hebben. Ja, nee, ik heb het inderdaad gezien. De eieren waren op toen ik bij de... Kijk, daar heb je het al, hè? Ja. Maar ik vroeg me al af van hoe zit dat? Dus dat zijn manieren waarop je dat eigenlijk kan sturen en waar die relatie kan ontstaan. Ja, en als ik er maar het nog aan toe mag voegen, als ik het me goed herinner, is dit ook bedacht rondom het landschap van Allure, maar in ieder geval als een initiatief ook rondom een prijsvraag. Ja. Naar voren gekomen. Want er zijn superveel van dit soort innovatieve ideeën en burgers die al onwijs mooie dingen aan het doen zijn. Maar het is vaak de kunst om dat ook naar boven te krijgen. En daar werkt dan toch vaak ook weer een prijsvraag of iets dergelijks goed bij. Ja, en Renske, wat is jouw gevoel daarbij? Hè? Dus de mensen waarmee je werkt, dat zijn heel enthousiaste vrijwilligers die echt iets willen bereiken met elkaar, maar kan je die sturen of hebben die dan het gevoel van ik wilde juist iets anders doen. Hè? Ik wil hier niet aan bijdragen. En is er een analogie te verzinnen met het bedrijfsleven? Hoe doe je dat? Misschien ook vanuit een psychologische beeld. Vrijwilligers zijn van zichzelf. Die kan je per definitie niet sturen. Daar kan je als model er wel voor kiezen dat je soort sollicitaties doet. IVN heeft als model van, wij zijn een soort wilde wingerd. Totaal niet in de hand te houden. We zijn 6000 leden in Brabant, verenigd in 32 afdelingen, die eigen besturen, eigen compleet functionerende stichtingen nog los van elkaar zijn. Dus dat is gewoon kijken, is er een mix en een match? Maar je hebt IVN-leden, maar je hebt ook daarbuiten heel veel vrijwilligers die vaak meedoen. Wij noemen dat de pop-up vrijwilligers. Dus er ontstaan soms ook weer andere vrijwilligersgroepen, maar er zijn...
Dat is echt mijn ervaring. Altijd mensen te vinden. En wat ik heel erg mooi vind aan de IVM-vrijwilligers, die zijn juist vaak ook wel wat ouder. Hè? Dus ook al met pensioen. Helemaal niet allemaal, maar die zijn er ook veel. Maar er zit zoveel inhoudelijke expertise. En als je dat kan koppelen aan een leuke club bij bedrijf, waardoor je echt veel meer met hele andere ogen gaat kijken naar bijvoorbeeld de natuur op dat terrein en wat daar mogelijk is, dan ontstaat er iets moois. Daar valt of Merten weg of mijn beeld staat stil. Maar... Ja, bij mij zijn ze nu ook weg. Ah, daar is Paul weer. Sorry, ja. Daar ben ik weer. Nee, onstabiel internet hier. Sorry daarvoor, ik kon het laatste deel van je antwoord niet helemaal horen. We moeten ook een beetje naar de afronding toe. Anna van Kuik, die zegt nog eventjes, kijk ook naar die prijsvraag brood en spelen. Ik neem aan dat ze daarin ook bedoelt dat de inhoudelijke kant verbonden wordt met het eigenaarschap. Hè, en dat je daarmee ook sturing hebt. Je hebt het niet helemaal in de hand. Dat is misschien ook helemaal niet zo erg als je er maar bovenop blijft zitten. Hè? Dat is misschien ook wel een beetje de les. En hou die lijnen dan ook open onderling. Goed, we moeten nog eventjes... Ik kijk nog heel eventjes naar de chat, want ik had... Mag ik anders, Paul, jou nog één punt meegeven? Ons allemaal. Wat ik merk in contacten met bewoners, maar ook met bedrijfsleven, is dat de lange termijn visie erg belangrijk is. Dus je moet iets, niet alleen structureel over de financiën praten, maar ook structureel over een toekomstbeeld. Oorschot zelf is nu doende met een landschapskwaliteitsplan. Dat is via Studio Marco Vermeulen al wel bekend, ook in dit traject. Zeker. En onze doelstelling daarbij is, zijn er heel veel, maar een van de doelstellingen is om die grotere verbindingen tussen netwerken van natuur, maar ook met de stad, daar is de Groene Corridor voorbeeld van, om dat voor elkaar te boksen. En dat zijn visies die gaan over 10, 15, 20 jaar. En dat lijkt vaak heel ver weg. Politiek is dat al heel snel zo, hè? Want elke 4 jaar is het weer bal, zeg ik altijd. Maar als je die lange termijn visie vastpakt vanuit die kwaliteit, duurzaamheid, groen, maar ook die koppeling tussen inwoners, bedrijven en overheden, dan geloof ik echt dat je ook de corridor tot een heel mooi succes kunt maken. En dat je ook bedrijven ook makkelijk over de streep krijgt om mee te doen. Die hebben weinig behoefte om over een half jaar is het toch weer afgelopen. En hebben mijn geld erin gestopt en het is weer voorbij. Dus dat vind ik ook wel een belangrijke, ook in deze grote groep. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn, in ieder geval dat ook nog even mee te geven. Ja, dus die grote dragende structuur, daar hebben we het straks ook over in de breakout sessie. Ja. Meer dan alleen de Groene Corridor zijn er nog een aantal die helpen om ook zo'n verhaal op te hangen, die visie te richten en al dat initiatief op een positieve manier aan te koppelen. Wat ik al zei, we moeten een beetje afronden. Ik had Karel van den Berg beloofd dat hij nog even een vraag kon stellen. Als hij dat heel kort kan doen, dan is dat wat mij betreft goed. Kom er maar even in. Kijk. Ja, dankjewel. Velen kennen mij wel, velen kennen mij niet. Ik heb een aantal, gedurende deze sessie, een aantal dingen opgeschreven waar we wat actie voor moeten hebben. Neem maar eentje van, de belangrijkste. De belangrijkste? Ja. Oh, nou, dan zal ik het snelfietspad noemen. Want daar gaat het vaak over. Er wordt druk gefietst, we hebben een snelfietspad, we hebben een recreatief fietspad en we hebben scootmobiels. En die drie, allemaal op één te smal fietspad, levert gigaproblemen op. Verder gaat dat snelfietspad. Oorschot ligt halverwege Eindhoven en Tilburg. Ik zou u vriendelijk willen verzoeken om u allen met de metropoolregio te ondersteunen dat er een aquaduct komt in de passage van de A58. Daar kunnen we namelijk een gigantisch mooi rustpunt halverwege Eindhoven Tilburg inrichten, een beleefterrein, een toegankelijke speeltuin voor iedereen en voor alle kinderen met en zonder rolstoel. Kortom, maak het mooier en denk toekomstgericht. Dankjewel. Ja, ik heb maar een heel kort stuk van je verhaal gehoord. Dat ging vooral over dat er echt meer ruimte nodig is. Hè. Dus dat lijkt me een mooi pleidooi. We moeten hiermee het panelgesprek afronden. Heel hartelijk dank, Piet Magiels. Renske, we zien jou vanmiddag nog stevig terug in een andere rol. En Rick Pardoel, dank je wel voor je bijdrage. En natuurlijk ook aan Rick Thijs. Volgens mij een mooie oogst. Ook een mooie, een goede vasthouden van de conclusies van
van de analyse so far en hoe we daarmee verder kunnen. Dus heel fijn. We gaan zo verder verdiepen in twee breakout sessies. Merte zei het al. Die ligt er toe, hè? Dus coalitie Brainport die aan de start is. Investors. Je valt er even weg, Paul. Misschien moet je nog even herhalen. Sorry. Ik zei dat we nu straks de verdieping ingaan. Hè? Dus een tweetal breakout sessies. Eentje de coalitie Brainport. Eigenlijk een beetje het punt wat Piet op het laatste ook maakte. Van die structuren die dragend kunnen zijn voor zo'n verhaal. En het tweede Landvesters in de vergelijking tussen de Brainport regio. En wat er over de grens in Duitsland gebeurt. En we beginnen daarmee om 10:00. Dus dan hebben we eventjes een korte pauze. Dus tot straks. Paul? Dank jullie wel. Paul, is er nog gelegenheid? Worden mensen automatisch toegedeeld? Of gaan we via de verzonden links daar zelfstandig naartoe? Is daar iets over te zeggen, technisch? Als het goed is, krijg je straks, als je nog niet al eerder hebt gekozen, de mogelijkheid om te kiezen.